Welkom in de duurzaamste woning van Brabant. Kom binnen. En die woning die staat in Hank. Het huis van Chantal de Schepper en Danny Floren heeft de publieksprijs in de verkiezing Duurzaamste Huis van Brabant 2018 gewonnen. Op een gegeven moment zei iemand van, goh, maar kennen jullie de duurzame huizenroute wel? Want ja, jullie zouden daar echt iets aan mee kunnen doen met wat jullie allemaal gedaan hebben. Ja, en toen hebben we eigenlijk gezegd, ja, kijk, ter promotie gewoon van dat duurzaamheid gewoon kan en mogelijk is, hebben we daar ja tegen gezegd. Ja, en nu zijn we winnaar van duurzaamste woning in Brabant. Maar hoe word je dan eigenlijk het duurzaamste huis van Noord-Brabant? Dus wat we hier met name gedaan hebben is de vloeren vervangen. Die waren in principe gewoon heel koud. Dus we hebben een heel dik isolatiepakket onder de vloeren aangebracht. Nieuwe betonvloer met vloerverwarming. Alles is laag temperatuur gestookt. We hebben ook de radiatoren vervangen door convectoren. En wat we met name in de gevels gedaan hebben, is de woning geïsoleerd vanuit de binnenzijde. We wilden met name de buitenzijde, zo'n echte Brabantse langgevelboerderij, wilden we laten zoals hij is. Zo is hij al decennia lang en zo moet hij nog 100 jaar blijven. Dus we hebben met name geïsoleerd aan de binnenzijde. Dat hebben we niet met kunstmatig isolatiemateriaal gedaan, maar met vlas, dus een natuurlijk materiaal. En bijkomend voordeel daarvan is dat het ook ademt. Het neemt vocht op en het geeft vocht af. Daardoor ontstaat er een heel aangenaam leefklimaat. Toen we hier inkwamen, 20 jaar geleden, was het allemaal enkel glas. Het grappige eigenlijk van dat dat gekleurde glas is dat het ook een zonwerende werking heeft. Als je toch sneller warm wil hebben in je ruimte, dan kunnen wij ventilatortjes aanzetten en dan komt die convectorwarmte veel sneller in jouw ruimte. Ja. Dus heb je toch weer daardoor dat extra comfort. Ja, kijk, wat je hier ziet, dat zijn de 3 binnenunits van de warmtepompen. Buiten hebben we 3 warmtepompen staan die de warmte uit de buitenlucht haalt. Dus het is geen warmtepomp met aardwarmte, maar echt een koeling van de buitenlucht. De warmte die daarbij vrijkomt, die gebruiken we voor het verwarmen van 2 van dit soort vaten. Eén is voor het warm tapwater, dus voor de keuken, voor het douchen. En de andere die is bedoeld voor het voeden van de vloerverwarming en de convectoren, eigenlijk voor het verwarmen van de woning. We hebben ook 3 puberdochters en die kids willen heel veel, maar vooral heel veel comfort. Dus geen gesodemieter met tekort aan warm water. Die verduurzaming is mooi, maar pas als het echt iets toevoegt ook aan je woongemak. Ja, wat we bijvoorbeeld gedaan hebben, hè, naast de energietransitie, is kijken naar al het materiaal dat we hebben. Dan kunnen we dat hergebruiken en op een zo hoogwaardig mogelijke manier. En daar is het onder andere onze keuken in het kantoor een voorbeeld van. Toen we hier alles aan het verbouwen waren en alles gestript was, toen kwamen we eigenlijk hier boven op ons plafond nog een aantal plafonds tegen. En er lagen hele mooie planken op. En onze aannemer, die had ze eigenlijk al in de container zitten. Maar ja, wij keken elkaar aan en zeiden, wow, nee, wij weten nu wat we willen. Want we waren eigenlijk nog aan het zoeken naar een keuken hiervoor. En opeens zagen we dus de keuken voor ons in beeld. Ja, wij kunnen deze planken gebruiken voor de keuken. Dus we hebben de apparaten, duurzame apparaten hebben we afzonderlijk gekocht. We hebben een blad afzonderlijk gekocht. En we hebben op het oude karkas van de vorige keuken, hebben we eigenlijk deze nieuwe keuken gemaakt. Dit huis is nu verkozen tot het duurzaamste huis van Brabant. Maar vanaf 28 oktober kan er opnieuw gestemd worden voor de landelijke verkiezingen. Wilt u ook uw stem uitbrengen? Kijk dan op www.duurzamehuizenroute.nl.